Hello and welcome to the 18th edition of the Ronde van Vlaanderen, the Tour of Flanders. It was Audrey Cordon-Rigaud of Trek Segafredo that launched her move. Voet aan de grond, Lotte Kopecky. They turned right on to the Paterberg. They would have been expecting the attack, and when it came from Van Vleuten, they could do nothing about it. Ze is van haar berg gekomen in Tenerife en ze wint er twee op een rij. En wat voor een. Proficiat Annemiek, age is just a number. 38 jaar, winnares van de Ronde van Vlaanderen, alsjeblieft.